Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ben ik er niet alleen maar met... Lise! We gaan vandaag een ruilsamenwerking unboxing doen. Zijn jullie benieuwd wat we allemaal gaan uitwisselen? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Ja. Okay. Nu gaan we het unboxen. Wow! Die confetti is niet zo. Oké, kijk dit. Wow, dat is echt mega. Ik wil er een foto van hebben. Ja, ik ook. Ik weet echt niet wat allemaal het extraatje is en wat het gewoon is, maar nee. Daar zit een leuke stickerrol in. Oeh, ik kan echt niet op eruit. Nu jij. Oké, als eerste heb ik hier dit leuk zakje. En wat zit erin? Gaan kijken. Ik heb dat zakje niet open. Ik wil helemaal open, ja. Oké, als eerste zie ik hier waxkoord en leuke kraaltjes. En nog meer parelkraaltjes. En dan nog meer kralenmixen. Dan heb ik het volgende. Zitten koffie schelpen in. Oké, dan zie ik hier deze heel mooie ketting. Dat is een vriendschapsketting. En die heb ik ook wel aan. Deze ketting. Dan heb ik het volgende cadeautje. Ja, cadeautje. Dat is een magisch pakketje. Met tipex in. En nog een tipex. Oké, als volgende zie ik hier heel veel Ziploc zakjes. Dan heb ik dit groot pakketje. Ik weet niet wat dat eigenlijk is. Wat er eigenlijk in? Is dat een cadeautje of is dat... Nee. Hier heb ik allemaal zakjes die raar gemaakt zijn. En pareltjes, cadeautje. En knipkralen. Oké, dan heb ik hier dit pakketje. Heb ik open doen. En ik heb nog deze rol. Oké. Dat is een heel stevig enkel. Oké, hier zit een kralenpakket in. Dan heb ik hier ook een kralenpakket. Hier heb ik confetti en nog meer confetti. Ik heb hier dan een sieraad. We gaan elkaar een sieraad geven. En ik heb deze gekregen met een leuk korrischap aan. Dan heb ik hier nog een sieraad. Deze. Dit zakje is al open gedaan. Wow, wat echt veel confetti. Dan heb ik hier allemaal van die grote enveloppen. Dan ik heb ik helemaal vol confetti. Dit je weer thuis stofzuigen. Dan heb ik hier heel veel plakzakjes. Wacht. Plakzakjes. En labels. En hier zitten nog meer plakzakjes in. Hier. Ik heb dan hier dit pakketje. Een leuke envelop. Of heb ik dat zelf gemaakt? Ja. Goed. Ja, niet open. Oha. Oei, zo. Ik hoor dat er gewoon in mijn envelop. Dat is wel super. En daar zit de... Goed, dat zal ik allemaal lezen. Briefjes in. Ja, ik lees die zelf. Maar ik ga er al eentje uitpikken, hè. Ja, doe maar. Wees jezelf. Oké, dan heb ik hier
een mega grote bak. En dan heb ik hier een pakketje. Hier een pakketje. Maar in de box is ook één ding. Daar zit confetti in. Kralen. Wow, dat is echt veel. Hoor, gaan we bij. Ik ben allemaal vergeten. En zwarte kraaltjes. En dan nog één erin. Trompetschelpjes. Dan heb ik hier hele boeken zijn van confetti. Hier heel leuke blaadjes. En markeerstiften. Dan heb ik gewoon echt zoeken tussen al die confetti. Een klein mini pakketje. Hoe krijg je dat open? Een washi tapeje. Is dat extra? Ja. Dan heb ik hier nog een pakketje. Hier zit een washi tapeje in. Sterrenzakjes. En en confetti. En nog meer confetti. Oké. Dan heb ik hier een kralenpakketje. Oké, dat was nog niet bij iemand, dat is wel gekocht. En nog een kralenpakketje. Als volgende heb ik nog een leuk zakje. En kijken wat er in zit. Er zit nog meer confetti in. Heel veel. Ja, echt heel veel confetti. Oh, bakjes. Er zit nog een bak in, hè? Een dop? Wow. Ja, een dop. Ik heb de camera een beetje rommelig gemaakt. Daar zitten snoepjes in. En een Twix. Oh my god, die confetti valt allemaal. Ja. Yeah. Oh, dan heb ik hier bul enveloppen en nog een envelop. Wacht, ik heb even opgedoen. Ik heb hier een fijne toekomst. In deze envelop zitten kralenmixen. Ja. Kralenmixen. En parels. Dan heb ik... ik heb er twee dingen. Maar ik pak even die. Dat is een bon pakkenbakje. Dat is extra te zeker. Ja. Nee, dat is echt een beetje open. Zo. Oké, dan heb ik hier ook een bakje dat helemaal vol zit met kraaltjes. Dan heb ik hier een klein pakketje. Dit bakje is echt leuk. Zo. En daar zitten allemaal van die kleine zakjes in, denk ik. Ja. Ja. Dan hier heb ik een bedankkaartje. Oh, ik vind het echt mooi. Heb je ook een bedankkaartje gedaan? Ja, ergens. Ergens. En dan hier is nog een pakketje. En er zitten heel veel kralen in. Dan heb ik... dat is veel. Dit pakketje. Ik schuil dat dan op, maar dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Nee, maakt niet uit. Ik kan het niet meer zo helemaal mooi open schuiven. Ik ben wel niet zo naar bezig. Dan heb ik hier trompetschelpjes. Leuke stickertjes. Stippenzakjes. Sorry dat het een beetje onduidelijk is. En een kruilpakket en er zit nog iets in, denk ik. Ja, gewoon nog een paar. Ik haal er allemaal even uit. Daar zit parels in. 4 mm zwarte kralen. En confetti. Wow, en op video liggen er echt zo heel veel of zo. Dat is heel raar. En dan kom ik zo met een klein pakketje al. Dan heb ik dit pakketje. Cadeautje. Ja, dit is een cadeautje, denk ik. Want het staat op cadeautje voor jou. Oké.
Hier zitten heel veel kralen in. Heel veel kralen. Ik dacht van, ja, ik wil een kralenmaker. Dan heb je allemaal kralen. En dan een washi tapeje. En dat er nog niet in, denk ik. Ja, doe hierin. Wacht, ik ga dat even open doen. Hier zit nog iets in. Ik herinner me niet meer dat dat maatje heb gebruikt. We hebben zoveel. Ja. Er bloeit uit. Wat bloeit er uit? Hier zitten allemaal mini kraaltjes in. Wacht. We gaan uitvliegen. Zo. Welke kralen zijn er zelfs? Ah, die. Dan heb ik hier dit pakketje. Wow, ik heb er nog maar een paar over. Ik heb er allemaal zo'n stukjes ingepakt. Ja. Kijk, het open. Je plakt er wel 10.000 stickers op. Maar allee, je gaat open. Ik zit wel kapot. Ja. Ah, oké. Okay. Hier zitten nog van die inpakzakjes in. En dat is het eigenlijk. Ja, van die inpakzakjes. Dan heb ik hier het laatste pakketje. En hier zitten nog enveloppen in. Enveloppen en tipets. Ik zal eerst dit pakketje. Ik zal een paar pakketjes als eerste nog doen. Hè. Dan heb ik hier dit pakketje. Daar zitten stickers. Hoe heet dat weer? Trompetjes. Hartjeskraal en stippenzakjes in. Dan staat op de achterkant. Hey, die zit veel plezier met de. En dan gaat het niet eens door de confetti. Een kralenpakketje. Oké, dan heb ik dus hier het laatste pakketje. En er zit heel veel in. Als eerste een kralenpakketje. Nog een kralenpakketje. Twee kralenpakketjes. Ah, wacht, er zijn er twee. Wacht, hier is er nog één. Nog één. En dit zijn sluitingjes en zo. Dan heb ik hier een kralenpakketje. Nog een kralenpakketje. En leuke zakjes. En jij hebt alles al. Ja, dat is leeg. Maar je pakt allemaal helemaal paren in. Dan heb je mij allemaal zakjes. Hier is een leuk bedankkaartje. En ik vind het echt heel leuk. Hey Lise, heel veel plezier met de leuke spultjes. Groetjes Noralie. Ik heb een klein zakje. Wat zo lekker zitten. En daar zitten hartjes halen. Ja, en die hartjes halen in. Ik ga dat wel zo meteen met plakken en vastplakken voor het zelfs alles in het hoofd ligt. Oei. Oké, okay, dan heb ik hier bedeltjes en onderdelen. Die staan dat is echt leuk. En confetti. Dan heb ik hier nog een klein bakje. Een leeg rolletje, daar kan ik iets ronddraaien. Schaaltjes. Zoveel beestjes. Ja. Nog schaaltjes. Nog kraaltjes. Hoeveel buisjes zitten er daar al in? Nog kralen. Nog kralen. Nog kralen. Dan heb ik hier een beginnerspakketje, maar daar zitten wat dingen in die ik dan nodig heb. Nog een kralenbuisje. Een sieraad hebben we elkaar ingegeven. Een mini zak, wat zit daar nog iets in? Nee, alleen maar confetti. Een mini zakje. En eens kijken. Daar zitten verlengstukjes in, maar dat kan ik moeilijk laten zien. Alles zit er alles uit. Er zitten nog dingen in. Geen idee wat. Eerst het doosje erin uithalen. Ja. Wow, hoe ga je dat poetsen? Maar ik ben helemaal mooi gaan poetsen. En dingen organiseren. Oh my god, ik moet helemaal gaan poetsen. Nog van die organisers. En nog. Je kan daar helemaal naar poetsen. Wat net er ook uitvalt. Ja. Nog. Het is toch geen losse pakketjes en zo ingevoerd voor.
Nee, dat was het denk ik. Oh, de helft van de dood is gevuld. Ik hoop het niet. Ja, ik denk dat het was. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doei!